Deze week in Nieuwsronde: het Grootap Koude Dicté, opschoondag in de Ronde Venen, wisseling in de raad bij VVD, Snippengroen in Apkoude wordt bekeken en Nauwroes het andere nieuwjaar. Voor de vierde maal bogen Apkoudenaren zich over een pittige dictaattekst. Deze keer voorgelezen door Peter van der Vorst. Inspannen voor het goede doel. Overal waar slijm is in je lichaam wordt het taai. Omdat het slijm niet goed gevormd wordt. Nou, en als je taai slijm in je neus hebt, dan denk je nog, ja, heb niet zoveel last van, ik kan goed door mijn mond ademen. Maar als je taai slijm in je longen hebt, moet je dat heel veel hoesten. In geval u volgend jaar het dicté wilt winnen, dient u van tevoren de spellingsregels conscientieus door te nemen. U bent de opsteller van het dicté. Waar haalt u die ideeën vandaan? Mijn beroep is Neerlandicus. Ik geef taaltrainingen. Dat wil niet altijd zeggen dat ik met dit soort dingen bezig ga, want dit zijn toch wel een beetje aparte woorden. Maar je kijkt naar woordenlijsten, je kijkt eens wat leuk is. En dan probeer je het vervolgens in een tekst te kneden en toch een beetje leuke zinnen van te maken. Want we willen in ieder geval een leuke tekst en het moet in principe over Apkoude gaan. Wat een debakel was dit onderzoek. Ik haakte gestrest af omdat ik niet als een Don Quixote vruchteloos wilde doorgaan. Na ruggespraak met anderen weet ik nu dat er tenminste 25 caritatieve instellingen in Apkoude moeten zijn. Volgens mij ging het wel goed. Het is, je moet toch op je tempo letten. Dat je niet te snel gaat, ook niet te langzaam. En duidelijk spreken, maar ook weer niet te duidelijk. Want dan geef je weer weg dat sommige woorden wel of geen N hebben in het midden bijvoorbeeld. Dus daar was ik van tevoren goed op geweest. De grote sportclubs van Apkoude, zoals de voetbal- en hockeyclub, hebben niet per se steun nodig. Maar er zijn ook clubs die de groeiimpuls van de gemeente hebben gemist en daarom steun zouden appreciëren. Zou u het zelf goed gemaakt hebben? Vroeger was ik op school wel goed in dicté, maar ik heb hem van tevoren natuurlijk ook even gezien en proberen te maken. En nou ja, woorden als consensueus en koetkekoet of Pietje precies. Ja, is dat nou met of zonder streepje? Ik denk dat ik wel een aantal echte fouten had gemaakt, hoor. Erg moeilijk. Het was eigenlijk, alles was een gok. Je schrijft wat op en vervolgens denk je daarna, oh, schrijf ik het wel zo? En dan... Ik vind het heel leuk en ook leuk om weer eens zo in de schoolbanken te zitten en met een pen proefwerk te maken. Maar ik ga niet de hoofdprijs winnen. Nee. Ja, maar ik ben altijd wel optimistisch en dan blijkt toch later dat ik domme dingen gedaan heb. Dus ik zeg niet dat ik nul fout heb, want dan ben ik de risée van de avond. Mooie avond. Superavond. Alles is geweldig gegaan. De zaal zat vol en ik hoorde gesteun en gekreun toen ze moesten invullen. Dus zelfs als je veel fouten hebt, heb ik nog steeds het idee dat mensen met een fijn gevoel naar huis gaan en zeggen, het was een topavond. En dan ook nog voor je goede doel. Want jullie hebben een bepaald bedrag bij elkaar gehaald, hè? Dat klopt. We hebben iets meer dan 2000 euro met het dicté opgehaald. Ja. Volgend jaar de Lustrum-uitvoering. Ga je die weer schrijven? Ga ik zeker weer schrijven. Ik heb de eerste vier ook geschreven, dus deze vijfde komt er ook uit. En we gaan even goed nadenken wat er in voorkomt, want vijfde moet eigenlijk nog specialer zijn, maar dat wordt moeilijk. Op verschillende plaatsen in de Ronde Venen stak men de handen uit de mouwen tijdens de landelijke opschoondag. We zitten hier op de Vinkeveense Plassen. Best wel schoon hier. Ja, de Vinkeveensplassen lijken inderdaad best wel heel erg schoon, zo op het eerste gezicht. Maar ga je wat dichter op de kant varen en af en toe is het riet in, zul je toch wel heel veel vuilnis tegenkomen. Iedereen kan meedoen. Je mag met je eigen bootje meedoen. Je mag bij ons vandaan een boot lenen. En je mag zelfs ook te voet meedoen als je dat wilt. Het is initiatief van niet alleen van Haven Vinkeveen, maar er zijn meer partijen bij betrokken. Ja, Vinkeveen Haven organiseert samen met de gemeente de Ronde Venen deze dag. Er zijn activiteiten het hele jaar door om het water schoon te houden.
Nou, je bent best wel lang bezig voordat je een aantal meters opgeschoond hebt. Dus er is genoeg N201 voor heel veel mensen aan beide zijden om het riet in te duiken en afval te zoeken. Maar deze plas is de bekendste plas. Als mensen daar graag willen varen en zeggen, nou daar recreëer ik, daar wil ik schoonmaken. Het wordt gelukkig elk jaar wat minder, hè, met het afval dat van de plassen afgehaald wordt. Ja, het lijkt erop dat mensen zich meer bewust zijn van het afvalprobleem en dus minder laten wegwaaien of overboord gooien. Hoe meer mensen, hoe meer afval, hoe schoner de plassen. Samen kunnen we het verschil maken. Doe allemaal mee. Ook in Wilnis en Meidrecht gingen supporters van Schoon aan de slag. Met het vertrek van Sandra Vreugdeheel uit de gemeenteraad kwam een VVD-stoel vrij. Ed Dolen is vorige week beëdigd. Ik vond het belangrijk om mijn maatschappelijk steentje bij te dragen aan deze gemeente waar ik met enorm veel plezier 40 jaar gewoond heb. Daarom ben ik politiek actief geworden. En daarom sta ik nu hier van jullie afscheid te nemen. En dat gaat me aan het hart. Ik ben immers pas net begonnen en heb er lang nog niet uitgehaald wat erin zit. En dat vind ik reuze jammer. Maar bovenal vind ik het spijtig dat ik het commitment gedaan aan de 726 inwoners die mij hun stem hebben gegeven vorig jaar om er voor 4 jaar in te zetten, niet kan nakomen. Het zal duidelijk zijn, als fractie, maar ook persoonlijk, zullen jullie heel erg missen. Ik heb je leren kennen als een prettige persoonlijkheid die van grote meerwaarde is geweest voor de VVD-fractie. Voor de vereniging, maar ik denk ook zeker voor de raad in totaliteit. Heel blij. Iedere dag zijn ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad net in naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Nou, dan heet ik je van harte welkom. Dankjewel. Ik ben Ed Dolen, ik ben 56 jaar. Ik ben getrouwd met Mariette. En samen hebben we 4 kinderen en bijna 2 kleinkinderen. En ik ben een jaar of 30 geleden vanuit Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben, naar deze mooie gemeente gekomen. En woon hier met heel veel plezier. Ja. En bij de VVD gegaan en nu voor de VVD in de gemeenteraad? Ja, ik was al een jaar of 6, 7 lid van gemeente, of de VVD hier in de Ronde Venen. Mm-hmm. Vorig jaar op de lijst gekomen, op plek nummer 8. Ja. En dat was ook een bewuste keuze, want toen was ik nog erg met mijn bedrijf bezig. En die was in een soort van transitie. En nu ging Sandra weg en ging het in een stroomversnelling dat ik hier nu vandaag geïnstalleerd ben als raadslid. Ja, u heeft natuurlijk een aantal keer gemeenteraadsvergaderingen bijgewoond of in ieder geval gezien. Lijkt het u wat? Ja, het lijkt me heel interessant. Ja, ja, en ik denk dat ik ook met mijn kennis en achtergrond ook nog wel een van toegevoegde waarde kan zijn voor
de VVD en de inwoners van deze mooie gemeente. Ja. Is er nou nog een onderwerp waarop u zich speciaal gaat richten? Nou, dat zijn we. Het is, omdat het allemaal zo kort geleden is dat, ja, dat ik naar voren ben geschoven, zijn we daar eigenlijk nog over in bespreking. Het is voor mij echt helemaal nieuw. Ja. Dus ik ga me de komende tijd eerst eens verdiepen in het hele raadswerk. De fractie leren kennen, de collega raadsleden leren kennen. En dan ga ik kijken hoe dat gaat verlopen de komende 2 jaar. In Abcoude blijkt ruim 7000 vierkante meter snippengroen bij tuinen te zijn getrokken. De gemeenteraad gaat daarover in gesprek met inwoners. Tijdens de vergadering vanavond is aan de orde geweest snippengroen. Kunt u eens uitleggen wat dat is? Ja, snippengroen zijn stukjes groen wat om en nabij woningen ligt. Wat van de gemeente is. Dus gewoon gemeentegrond dus? Ja. En wat is daar zo bijzonder aan dat het nu geregeld moet worden? Ontstaan is in de loop der tijd, en dat weten we allemaal, dat om je huis heb je altijd wel een stukje groen dat je denkt, oh, dat zou makkelijk zijn als het mijn tuin zou zijn of als ik daar iets mee zou kunnen. En dat noemen we in de volksmond snippengroen. En soms kan de gemeente besluiten om een stukje beschikbaar te stellen als het onderhoud ongeveer meer kost dan het verkopen, is dat verstandig. Betekent dat dan dat de administratie van de gemeente zodanig door elkaar ligt dat niet daaruit komt? De inventarisatielijst betreft 2012. We leven nu in 2019. En als je 7 jaar misschien niet altijd even zorgvuldig naar je administratie hebt omgekeken, zit er zo en zo een achterstand op. En in de oude gemeente Abcoude was daar ook niet een actuele lijst van. Dus er is werk aan de winkel. Velen weten het niet, maar Nowruz wordt ook gevierd in de Ronde Venen en wel in de bestuurskamer van Argon in Meidrecht. Het is vandaag 21 maart, begin van de lente, maar voor jullie is het ook een hele speciale dag, nietwaar? Ja, ik ben Bahá'í, maar wij vieren als Bahá'í zijnde het Nowruz-feest. Het is het lentefeest en daarmee kondigen we weer het nieuwe jaar aan. En we hebben nu net een maand van vasten achter de rug. En daarom is het extra feestelijk om weer bij elkaar te komen. Nowruz wordt eigenlijk door heel veel bevolkingsgroepen wordt het gevierd. Vooral in het meer naar het oosten. Zoals bij Rusland en bij Perzië. Dus er zijn heel veel bevolkingsgroepen die zonder een religie uit te dragen gewoon Nowruzfeest vieren. Omdat het zo belangrijk is om de nieuwe lente weer te vieren. Op 21 maart gebeurt er iets bijzonders. Want het is namelijk zo dat de aarde staat loodrecht op de zon. Dat betekent dat het overal op aarde even lang licht is als donker, nacht en dag. En dat wordt de equinox genoemd. En dit moment wordt door allerlei volken in de wereld gezien als een heel belangrijk moment. Met name omdat de lente begint. Maar wij zijn hier samen met de Bahá'ís en vrienden, omdat dat nog een extra betekenis heeft. Wat we zien in de wereld van de natuur, dat kan je ook zien op een hoger niveau, namelijk met de geestelijke werkelijkheid van de mens. En de Bahá'ís geloven dat elke keer als er een goddelijke boodschapper naar de mensheid komt, dat het is alsof de lente aanbreekt. Dus toen Abraham kwam, toen Mozes kwam, toen Jezus kwam, Boeddha, Krishna, Zoroaster, maar ook Mohammed, dat waren allemaal lentetijden in de geschiedenis van de mensheid. En de Bahá'ís geloven dat er nu weer zo'n lentetijd is aangebroken, omdat er ruim 150 jaar geleden 2 bijzondere figuren zijn opgestaan in het oosten van de wereld. En hun namen zijn de Baab en Baha'u'llah. En zij zijn de stichters van het Bahá'í geloof. En zij hebben weer een goddelijke boodschap voor deze tijd. En door wat zij brengen, brengen ze een geestelijke vernieuwing in de wereld. Die zal bijdragen aan eenheid en vrede en tolerantie. En dat is wat ik hier ook zie, nu we hier samen zijn. Dat mensen van allemaal achtergronden in eenheid teksten lezen uit de verschillende geloven, uit verschillende bronnen, vanuit de gedachte dat het één is.
Thank you.